Ho, 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 ho. Heet het daar betrapt? Ja. Want je bent aan het plakken. En dat is bij APV, de Algemene Politieverordening, is dat verboden. Oh jee. Ja, heb je daar een reden voor? Wordt straf. Daar heb ik al een goede reden voor, ja. Ik geloof dat hier wat moois gaat komen. Een stukje geschiedenis van Nissewaard. Je gaat het mooier maken. Ja, dat vinden die jongens. Dat vinden die jongens ook met die met graffiti bezig zijn. Op grote witte muren. Die vinden dat ook, dat ze goed bezig zijn. En dat kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk. Hè. Als je jong bent, dan wil je gewoon je tag doen. Maar dit is een hele andere tag. Want dit zijn de borden van gemeente Nissewaard in beeld. We staan hier bij de kinderboerderij. Schepenpad. Hier loop je vanaf metrostation Spijkenissen naar het stadhuis, het winkelcentrum. En ja, het wordt inderdaad hier heel mooi. Bas Dolaert van, kijk maar eens even, sluikreclame, Grado. Wat is Grado? Laten we het gelijk maar even zeggen. Graveren en seinbedrijf in Spijkenissen. Lekker druk op dit moment? Zeker, werk genoeg gelukkig, ja. En je hebt hier ook werk aan, want je bent aan het plakken. En dan zijn we wel heel nieuwsgierig wat je aan het plakken bent. Laat eens even zien. Voor de hond Max. Ja. Nou, daar weten we alles van. Kijkers van Botlek TV. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer u kijkt natuurlijk. Max de hond die achterbleef op 28 oktober 1942. Toen zijn familie, zijn baasjes, de familie Levi, uit huis werden gehaald. Voorstraat, toen 220, nu 14a. Zijn afgevoerd naar Kossel en naar Auschwitz. En daar allemaal de dood vonden. 80 jaar na dato komt Max terug. Max, de hond die achterbleef, jankend hem wel. Goed is opgevangen overigens door een paar hele aardige mensen. En Max gaat het verhaal zelf vertellen. En het verhaal staat ook op. Ja, hoeveel borden heb je beplakt, Bas? 12 borden in totaal. En dat vertelt het hele verhaal van de familie Levi en anderen? Jazeker. Jij bent ook de maker, hè? Van hoe heet dat? De grafische vormen? De vormgeving van de borden, ja, zeker. Ja, ik heb dan de foto's mogen aanleveren en de teksten. Maar jij hebt er echt wel, ik heb ze gezien, een prachtig stukje werk van gemaakt. Ja, dankjewel voor het compliment. Het hele verhaal, dames en heren. Jongens en meisjes, vooral jongens en meisjes. Want als je denkt van, ach, die oorlog, er zijn er al 3 tussendoor gekomen, dat klopt. Maar die oorlog, de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, de Grote Oorlog. Zo'n oorlog mag er nooit meer komen. En daarvoor wordt er gevochten, ook voor onze vrijheid, aan de grens Oekraïne en Rusland. Het gebeurt nog steeds. Wat hier op deze borden staat, gebeurt nog dagelijks. Helaas. En jullie, en ook wij, kunnen ervoor zorgen dat uiteindelijk de wereld een heel klein stukje beter wordt. Dus kom hier langs, kom kijken naar de borden. En Bas en je maat, Brian, fantastisch goed werk verricht. Dankjewel. We plakken het nog even af, want het wordt binnenkort wordt het door de wethouder wordt het geopend. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker verder en hartstikke bedankt. Jij ook bedankt, Joop. We staan in de hal van het stadhuis van de gemeente Nissewaard. En achter mij is Hans Citroen bezig. Kunstenaar, fotograaf. Nou, hij staat al gelijk naast me. De man die de expositie hier in de hal van het stadhuis aan het inrichten is. Hans Citroen, welkom. Ja, helemaal vanuit Rotterdam-Noord hier naartoe gekomen. Ja. Paspoort bij je? Paspoort bij me, ingeënt. Coronabewijs. Vaarbewijs, ja, het is een hele tocht hoor. Ja, okay. Voor Hoogvliet. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ho maar, het is een hele wereldreis, ja, wordt er wel moe van. Nou, hey, je bent druk bezig, ja. Het hangt allemaal nog een beetje scheef. Ja. Wat doe je hier? Nou, ik maak een tentoonstelling voor Max de Hond. Het project Max de Hond. Ja, maak Max mogelijk. Maak Max mogelijk. Zoals je weet, je hebt dat zelf geantameerd en op gang gebracht. Dat gaat over een hond die die achtergebleven is toen de familie werd afgevoerd naar Auschwitz.
Ja. Ja, jij hebt een bijzondere band met Auschwitz. Ja, ik heb een tweeledige band. Mijn vrouw die is overleden 12 jaar geleden, wijlen mijn vrouw dus. Die is daar geboren en getogen en is daar opgegroeid. En die heeft daar een gelukkige jeugd gehad. Die is opgegroeid in Oswincim, de Poolse naam voor Auschwitz. En ik kwam daar dus automatisch, want we gaan dan op familiebezoek. Maar het bijzonder is voor mij dan ook dat mijn opa in dat kamp gezeten heeft en die heeft dat overleefd. Dus dat Auschwitz, dat was het bekende A-woord bij ons in de familie, dat werd nooit uitgesproken, want dan was de sfeer verziekt. Daar kwam ik ineens drie, vier keer per jaar, een paar weken achter elkaar steeds. Dus ik was daar vaak. Toen ben ik me gaan interesseren voor de omgeving van de kampen, want die hadden daar allemaal mee te maken. En mijn vrouw die is daarin meegegaan, want die zag dat ook. En die is architect en die kijkt met de ogen van een stedenbouwkundige. Dus die heeft me daar enorm mee geholpen. Bovendien kon ik door Sprakse Pools en kon ik in de archieven terecht. Nou, en toen hebben we een enorm onderzoek gestart. En dat is uitgemond in een boek. En, boeken? Boeken, een aantal boeken. En tentoonstellingen ook, ja. Ja, dat verklaart jouw bijzondere fascinatie voor Auschwitz. Ja. Eigenlijk is het een parallele wereld. Hè? En dat is ook een beetje waarop jij jouw prachtige kleine tentoonstelling, want het is een hele grote tentoonstelling, in andere delen van de wereld heb je die ook laten zien. Ja. Maar het is een parallele wereld wat je hier dadelijk gaat zien. Ja. Het plezier van de Duitsers, van de mensen in de jaren 40, 45... Ja. Niet zich realiserende, of misschien juist wel, er komt weer een trein aan. Niet met mensen, maar met vracht. Hun leven ging gewoon door. Ja. Terwijl ze aan de andere kant dagelijks bezig waren met het beëindigen van andere levens. Ja. En jij laat die parallele wereld laat je zien. Ja, onder andere. Vreugde en ellende. Ja, zeker. Ja. Ja. Daar heb ik foto's van. Dat komt omdat ik door mijn Poolse vrouw in archieven kom. En die foto's die zijn me ter beschikking gesteld en zo. En dan kan je zien hoe die Duitsers daar leefden. Die hadden het daar prettig. Er was ook een hele grote officierenwijk. Die zat vlak naast het kamp. En dat was bediening van gevangenen en dergelijke. En die Duitsers hadden het daar naar hun zin. Hadden een voetbalstadionnetje. Hadden ze. Het was een gewoon leven eigenlijk voor hun. Ja, het was een totaal gewoon leven. Duitsers gingen graag naar Auschwitz. Want dan hoefden ze niet naar het Oostfront en dergelijke. En ze bouwden daar een nieuwe stad. En een heel groot industriegebied. Een chemisch fabriekscomplex van IG Farben. Dat is later na de oorlog is dat opgesplitst in Bayer, Bas F en allemaal van dat soort grote chemische bedrijven. En die hebben daar een enorm industriegebied gebouwd. En dan maakten ze kunstrubber. En daardoor zijn die kampen zo groot geworden. Want die hadden arbeidskrachten nodig. En dat waren aanvankelijk Russen. Dat zouden ze met Russen gaan doen. Maar die kwamen niet in de gewenste aantallen. Omdat die veldtocht met Rusland, die liep erg ongunstig voor de Duitsers. En toen zijn ze het met Joden gaan doen. En toen zijn ze hele families naar Auschwitz gaan transporteren. En dan werd alles wat niet kon werken, dat werd doodgemaakt. En wat kon werken, dat werd doorgeschoven naar allerlei dwangarbeiderskampen in Silesië. Om de oorlogsindustrie in gang te zetten. Die gevangenen die werden verhuurd aan de bedrijven. Die werden verhuurd. Dus dat Auschwitz, dat was eigenlijk. Dat is echt dus slavenarbeid geweest. Ja, slavenarbeid. Ja. Die mensen kregen daar niet voor betaald. En in tegendeel, die gingen dan laten we zeggen, als je in de bouw werkte als gevangene, dan was je na drie, vier maanden dood. Dat overleefde je hooguit 3-4 maanden. Maar die grote bedrijven, Siemens hebben we het dan over, Krupp, die betaalden voor 500 gevangenen. Die namen dat af. 4 Rijksmark betaalden ze per gevangene. Maar dan waren de onderaannemers, die hadden ze nodig. En dan rekenden ze 8 mark per gevangene. Dus er was een levendige handel in arbeid ook. Dus het was een winstgevende onderneming. Dat is ook nog iets wat heel erg onbekend is van Auschwitz. Dat is dat het ook een winstgevende onderneming was. Ja. Jouw opa, die gelukkig terug is gekomen. Ben jij van Joodse afkomst? Ja, mijn vader is Joods. Ja. Dus ik ben eigenlijk half Joods. Maar voor de Joden telt dat niet. Dan ben je alleen maar via je moeder ben je Joods. Maar ja,
ik voel me ook niet echt Joods of zo. Ik ga niet naar de synagoge of zo. Maar ja, ik heb natuurlijk wel mijn opa goed gekend. Altijd mee naar voetballen, altijd lief voor me. Sprak hij erover? Hij sprak daar. Hij heeft op een dag, toen was ik een jaar of 16. En toen maakte ik tekeningen van Auschwitz. En dat beviel hem niet. Want ik maakte die barakken, die maakte te klein en zo. En toen heeft hij gezegd, kom je maar eens een uurtje langs en dan ga ik het je vertellen. En toen zei hij, je moet goed luisteren, want ik vertel het maar één keer. En toen heeft hij me het hele verhaal verteld. Maar ja, ik hoorde het ook wel een beetje van mijn moeder. Die had dat natuurlijk ook van mijn opa gehoord. En mijn vader. Heeft het een stempel gedrukt op jullie leven, ja, thuis? Ja, enorm, enorm, ja. Dat was het A-woord, hè. Dus als het A-woord viel, dan was de sfeer verpest. En mijn vader, die heeft ondergedoken gezeten. En mijn moeder zat ondergedoken bij mijn vader. Dus ik ben het resultaat van een onderduikhuwelijk. Maar mijn vader is veel slechter nog uit de oorlog gekomen dan mijn opa. Maar mijn opa die pakte de draad wel weer op. En die is vrij nuchter. En die had een paar jaar later had hij zijn zaak wel weer op orde. Maar mijn vader die heeft daar erg onder geleden. Onder het feit dat hij een paar jaar de straat niet op kon, weggedoken moest zitten. En in angst had dat hij opgepakt zou worden. Het heeft ook jouw leven heeft het zwaar beïnvloed. Het feit alleen al dat je er meerdere boeken over hebt geschreven. Ja. Foto's hebt gemaakt. Daar meerdere keren ben geweest door louter toeval. Door liefde eigenlijk. Hè? Dat is wel mooi. Ja. De liefde ontstaat daar waar de brandnetels zijn verbrand. Prachtige bloemen zijn gekomen. Ja. Dan ga jij door de verhalen van je opa, dat ene uurtje dat hij tijd vertelt, beheerst dat eigenlijk je hele leven. Want je bent nu bezig met een kleine tentoonstelling hier in Stadhuis tot 11 november. Dus ja. Mensen kunnen komen kijken natuurlijk naar deze kleine tentoonstelling. Het A-woord is nooit uit jou gekomen. Nou, kijk, ik sta er wel nuchter tegenover hoor. Ik ben wel geobsedeerd geweest, want ik ben het nu niet meer hoor. Ik ben nu met hele andere dingen weer bezig. Maar het is wel een deel van mijn leven geweest. En zeg maar 10 jaar. En dat is niet zozeer vanuit een frustratie. Maar ook omdat ik er zo vaak was, merkte ik dat een groot deel van de geschiedenis nooit verteld is. Want Auschwitz is ook een geschiedenis. En ook een verhaal. Hè? En wat wij kennen van Auschwitz is alleen maar het feit dat het een moordindustrie was. Mensen werden vermoord. Maar ze kwamen daar niet zomaar in Auschwitz. En daar zitten allerlei aanleidingen zijn daar geweest. En voor de Duitsers was Auschwitz was ook wel het bouwen van een nieuwe stad. Het bouwen van een industriegebied. En dat is ook allemaal gebouwd. En daar is nooit aandacht voor geweest. En die aandacht die geef jij met deze tentoonstelling enigszins, hè? En genuanceerd. Gedeeltelijk. Je ziet daar ook een deel van een... We zullen hem zo meteen even goed laten zien. Maar een deel van de palen waar het prikkeldraad omheen zat. Een soort sierpoortje geworden. Ja, ja, ja. En, kijk, je moet je voorstellen toen na 1945, toen bleven al die dwangarbeiderskampen. Die hadden ook allemaal van die kamppalen eromheen. Want dat moest transparant zijn. En de bewaking moest dat van buitenaf in de gaten kunnen houden. Dus dat hele land daar, dat was bezaaid met van die kamppalen. Nou, die werden gebruikt als deurposten, bij ramen, want er was een enorm gebrek aan bouwmateriaal. Dus die werden op alle mogelijke manieren ingezet. Geef Hans Citroen het woord en het is een waterval wat je krijgt aan antwoorden en nieuwe vragen die hij zelf oproept. Met prachtige verhalen die hij vertelt en waar hij ook boeken over heeft geschreven. Hier in de hal van het Stadhuis een kleine tentoonstelling van Hans Citroen. Maar wie is eigenlijk Hans Citroen? Wie was je vader en je moeder? Dat hebben we een klein beetje gehoord. Ja, ja. We weten niet hoe oud je bent. Dat mag je vertellen of dat mag je verzwijgen. Ja, hoor, ja. Maar wie is de mens achter de naam? De mens Hans Citroen is 76 jaar. En die is nog fit. Ik ben nog redelijk fit. En ik ben beeldend kunstenaar. En ik maak...
Ik maak boeken, ook over beeldende kunst. We hebben samen met twee collega's hebben we ook allemaal kunst gemaakt in de Rotterdamse Botlek. Zoals bijvoorbeeld de hoedendoos van Paktank, die wel bekend is. We hebben ook in Spijkenis hebben we nog wel wat kunstwerk gemaakt. En de dobbelstenen bij Hoek van Holland. Wij zijn altijd enorm geïnteresseerd geweest in het Rotterdamse havengebied en het industriegebied. En dat was in de tijd dat het nog vies was, dat iedereen er niks van wilde weten, vonden wij het al een prachtig gebied. En wij vonden het ook nodig dat dat in beeld gebracht werd en dat dat een deel van Rotterdam was. Want wij vonden dat Rotterdam een havenstad was en dat dat in die wederopbouw helemaal niet meer te zien was, dat dat een havenstad was. En wij wilden in onze kunst benadrukken dat, dat Rotterdam een havenstad is. Dus dat is ook een deel van mij. En, ja, en kunst en vaarwerk, daar heb je het over. Want je hebt het over wij, hè? Ja, ja, wij is koninklijk, dus jullie zijn koninklijk goedgekeurd. Ja, ja. Cor Kraat en wie nog meer? En Willem van Drunen. En Willem van Drunen. Dus met z'n drieën deden we dat. En ook in de stad in Rotterdam hebben we ook nog wel dingen geplaatst. Op bijvoorbeeld op het Zuidplein. Die is pas gerestaureerd. Dat is, mede dankzij jou, Joop, is dat gebeurd. Dat is de krant Het Vrije Volk. Wat, ja, dat hadden we toen niet door. Maar wat uiteindelijk toch een soort monument geworden is voor de krant. Maar wij kozen gewoon een Rotterdamse krant om wat te kunnen vertellen. Maar het leek ons ook heel erg leuk en pittig om, dat, om de metro op een opgerolde krant te laten steunen. Hè. Vonden we ook een goed idee. En je kan er plaatjes en tekst in kwijt. En dat ding dat is net weer helemaal gerestaureerd. En die staat er weer picobellen bij. Ja, die staat voor het Theater Zuidplein. Hè. Ja. Daar moet je hem ongeveer zoeken. Nou ja, je vindt hem, want hij is enorm groot. Ja, ja, ik heb het al even aangegeven. Hans Citroen, we weten nu wat meer van hem als u nog meer van hem wil weten. Hij is op, bij tijd en wijle is hij hier in het stadhuis om het een en ander te vertellen. Ja. De tentoonstelling wordt geopend of is inmiddels geopend, afhankelijk van wanneer u kijkt, door wethouder Jeroen Posma. Er gebeuren nog in die week tot aan de 28 oktober het moment dat het beeld van Max, gemaakt door Tineke Nussink, op de Voorstraat wordt onthuld. Tussentijds een lezing in de bibliotheek De Boekenberg met echt bijzondere verhalen vanuit Kossel. De plaats waar de mannen van Levi en anderen hier van het eiland naartoe zijn gegaan. En zoals Hans Citroen al aangaf, in dat soort kampen zich letterlijk en figuurlijk dood moesten werken. Ja, muziek van Roger Moreno, Sinti, Zigeuner, die ook zijn hele familie heeft moeten achterlaten. En het zelf, net zoals Hans, uiteindelijk heeft overleefd. Want Hans is ook een overlevende via zijn vader, via zijn opa. Anders had Hans hier niet gestaan. Indringende reportage, kan ik me zo voorstellen. Maar nog indringender en eigenlijk ook wel mooi. Bijzonder om te zien die parallele wereld in Auschwitz. Dit was Botlek TV met achter de camera Roel van Deursen, Joop van Doorn. Hans Citroen.